nieuwe Fan Friday video. Zoals je misschien wel opgemerkt in de laatste paar video's heeft mijn haar heel erg nodig. Een kleurbeurt nodig. En dat ga ik doen in de video van vandaag. Ik ga het helemaal zelf verven. Ik vind het best wel spannend, maar ik heb er ook heel erg veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een super leuke like uitdaging voor jou. Je moet namelijk heel erg goed om je heen kijken. En dan gaan we zien of je een van de volgende twee kleuren in je omgeving kunt vinden. Namelijk blauw of paars. Het zijn niet hele gewone kleuren, dus het is best wel een lastige challenge. Maar heb je een van deze twee kleuren gespot, dan pas kun je deze video een dikke vette duim omhoog geven. En als je dat hebt gedaan, laten we dan meteen beginnen met het allereerste gedeelte uit deze video. En hier komt hij dan. Fanart! Ik heb een mega groot, super tof en gaaf nieuws. Want in de Fan Friday video van vorige week heb ik aangekondigd dat er een gloednieuwe tour aankomt. En die heet de Unbreakable Tour. Die vindt plaats in oktober 2019 en ik kom langs op 4 verschillende plekken. Namelijk Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Eindhoven. En ik vind het zo ontzettend spannend, want vandaag is een hele speciale dag. De kaartverkoop is namelijk vandaag van start gegaan. Yes! Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om te weten wat voor kaartjes beschikbaar zijn. Er zijn namelijk 3 verschillende soorten tickets. De allereerste is een gewone toegangskaart en dat heet een silver ticket. Daarna hebben we ook een red ticket en dit is een toegangskaart met daarbij inbegrepen een hele toffe goodie bag met allemaal verschillende soorten goodies. En als laatste is er ook nog een gold ticket en dit is een gewone toegangskaart met de goodie bag en ook nog eens een hele speciale soundcheck experience en natuurlijk een meet and greet. En het is wel heel erg belangrijk om te onthouden dat al deze tickets beperkt zijn. Dus wil je er nou heel erg graag bij zijn, zorg er dan zeker voor dat je je tickets nu op dit moment haalt of natuurlijk op je verlanglijstje zet. In de beschrijving hieronder deze video kun je nog meer info vinden en natuurlijk ook de links waar je al je kaartjes kunt verkrijgen. Ik heb er nu al zo ongelooflijk veel zin in. Ik kan niet wachten. Het lijkt misschien nog een beetje ver weg, maar jongens, de tijd gaat zo ongelooflijk snel. Voor je het weet is het alweer oktober 2019. Het beloven in ieder geval echt super gave en geweldige concerten te zijn met oude nummers en hits, maar natuurlijk ook een aantal hele toffe, gloednieuwe liedjes waar ik nu op dit moment aan het werken ben. Het wordt een mega groot en leuk feest en ik kan niet wachten om jou daar te zien. Dyeing my hair. Een paar maanden geleden heb ik een video geüpload genaamd Instagram volgers bepalen mijn dag. En daarin hebben jullie ervoor gekozen dat ik mijn haar ging verven. En dat was de allereerste keer in mijn leven dat mijn haar geverfd werd. Ik heb namelijk heel donker haar, dus om het eerst te verven moet je het bleken. En dat kun je wel zien aan de puntjes. De puntjes zijn gebleekt en deze heb ik een hele mooie roze kleur gegeven. Maar op een gegeven moment raakt die roze kleur natuurlijk wel vervaagd. Dus het leek me leuk om eens een keertje zelf mijn haar te verven voor een video. Ik vind het heel erg spannend. En ik wist eigenlijk niet precies wat voor kleur ik wilde doen. Ik zat een beetje te twijfelen tussen blauw of paars. Dus ik heb weer de hulp van Instagram ingeschakeld en jullie gevraagd of jullie liever een blauwe kleur in mijn haar zagen of een paarse kleur. En de eindstand stond voor het grootste gedeelte op 50-50. Dus dat was een hele lastige keuze, ook voor jullie. Maar uiteindelijk heeft blauw gewonnen. En jongens, ik vind het zo ontzettend spannend. Want blauw is best wel een heftige kleur en heel anders dan roze. Dus dat ga ik maar gewoon eventjes proberen om in mijn haren te smeren zometeen. Maar ik vind het ook wel heel erg zonde als er dus verf hier zo op mijn shirt komt te zitten. Dus deze ga ik eventjes veranderen naar een ander shirt. Hè? Oeh, okidokie. Het is een wat saaier grijs shirtje, maar ik vind het een stuk minder zonde om deze te verpesten mocht er verf op komen. En dan hebben we natuurlijk ook nog een aantal spulletjes nodig. Allereerst een kam of een borstel om je haar natuurlijk gewoon eventjes te kammen of borstelen. Daarbij natuurlijk ook de kleur naar keuze. In dit geval wordt het blauw, dus de paars kan aan de kant. Daarbij ook een bakje om je verf in te stoppen. Deze komt uit een video met een ijsmachine volgens mij, als je hem herkent. Daarbij ook een haarverfkwastje. Deze heb je niet per se nodig, want het kan hiermee, maar het kan ook gewoon met je handen. En als je dat gaat doen, heb je handschoentjes nodig. En als allerlaatste om je kleding extra te beschermen, ook nog een handdoek. Haha, en dit is een oude handdoek, dus deze vind ik natuurlijk ook niet erg om te verpesten. En deze ga ik meteen eventjes zo om me heen doen. Oh, nu lijkt het erop alsof ik echt een gigantisch slabbertje heb. Maar ja, dit heb je natuurlijk gewoon eventjes echt nodig. Dan gaan we maar beginnen, jongens. Oh jeetje, ik vind het zo ontzettend spannend, maar ik heb er ook wel zin in, want ik ben gewoon voornamelijk heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik pak gewoon maar eventjes mijn blauwe kleur erbij en die ga ik openmaken. Woehoe. Deze ga ik hier zo in het bakje stoppen, zodat je dus niet al te veel verf gewoon verspilt. Zo, woehoe. Allereerst kunnen we wel een beetje met een klein gedeelte beginnen. Oké, ik denk dat het zo ongeveer wel genoeg is voor nu. Er kan altijd nog meer in. En het feit dat ik donker haar heb
is een voordeel en een nadeel. Het is een nadeel omdat het eigenlijk gewoon niet op het donkere haar tevoorschijn komt. Maar een voordeel, want als je lichte plukjes hebt, maakt het niet uit als je een beetje uitschiet. Want je kan het verder toch gewoon niet zien. Dus vandaar dat ik eigenlijk best wel slordig te werk kan gaan gewoon met mijn handen. En ik vind dat zelf heel erg makkelijk en fijn. Waar gaan we dan? Ik heb eigenlijk geen idee hoe dit moet. Maar, oké. Er zit wat verf op mijn vingers. Ta-da-da-da. En dan pak ik een plukje van mijn haar. Hier zo. Ik ga gewoon lekker aan de voorkant beginnen. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van het in je haar smeren. Dus ik zet het er gewoon zo lekker op. En dan wordt het best wel nat. Ik heb natuurlijk ook de instructies gelezen van het verf. En ze zeiden dat je het gewoon op nat en op droog haar kon doen. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wow. Het is best wel een heftig blauwe kleur. Oh, ik weet niet of ik hier helemaal klaar voor ben, jongens. Wat hebben jullie me aangedaan? Oké, dan leg ik deze gewoon hier zo neer. En dan ga ik door naar het volgende plukje. En jongens, mijn haar gaat er echt vreselijk uitzien. Maar raak er maar een beetje aan gewend, want dat ga ik niet op kunnen lossen. Ik pak een nieuw klontje erbij. En dit klontje stop ik hier in deze pluk. En weet je wat het ding is? Je haren kleurtjes verven is eigenlijk gewoon hetzelfde als verven mengen. Dus dat betekent dat je natuurlijk op een wit vlak met blauw kleurt. Nou ja, dan wordt het natuurlijk blauw. Maar als je ondergrond een ander kleurtje is, zoals mijn haar, een beetje gelig en roodachtig van de overgebleven roze kleur. Kan het zijn dat het niet helemaal blauw gaat uitpakken, maar misschien wel groen of zo. Oh, ik hoop echt niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, als dat dan toch gebeurt, dan gaan we het gewoon rocken. Dat maakt niet uit. Nou, je snapt in ieder geval wel wat ik allemaal aan het doen ben. Dus ik ga nog eventjes door en dan kom ik zo weer bij jullie terug als alles helemaal gedaan is. Oh. Ah, ik ben er weer en ik heb nu mijn hele haar helemaal blauw geverfd. Ik heb daarna ook nog eventjes het kammetje gebruikt om het even goed door te kammen en ervoor te zorgen dat het verf helemaal verspreid wordt over elk haartje. En daarbij heb ik ook heel erg mijn best gedaan om het blauwe verf niet op mezelf te krijgen. Maar dat lukt een beetje lastig, want het zit hier dus op mijn armen en ook nog op mijn gezicht. Hier zo bij mijn kaaklijn. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga het er zo meteen uitspoelen. Hopelijk dat het niet al te blauw gaat blijven. Het enige wat ik nu nog moet doen is het laten intrekken voor een uurtje. Maar het kan dus zijn dat het uiteindelijk uitdroogt. En om dat te voorkomen kan je er een plastic zakje omheen wikkelen. Dus ik ga mijn haar gewoon eventjes hier zo bovenop mijn hoofd zetten. Zo. Hoeft niet heel erg netjes verder. Oké, ik hoop dat het zo blijft. En dan ga ik de handschoenen eventjes afdoen. Want als het tasje een beetje schoon blijft, kan ik daarmee voorkomen dat al het blauwe verf over al mijn meubels heen gaat. Dus hopelijk gaat het me een beetje lukken zo. Ta-da-ta-ta! Woehoe! Oh! Nee, het haar valt nu in het tasje. Oké. Nog eventjes goed een knoopje in het zakje zetten. Oké, dan zit hij nu redelijk stevig vast. En dan moet ik nu dus gewoon ongeveer 1 uurtje wachten. Iets langer kan ook. En daarna gaan we het uitspoelen en krijgen we het uiteindelijke resultaat te zien. Woehoe! We zijn bijna bij de allerlaatste stap aangekomen. Ik heb het nu dus gewoon 1 uurtje laten intrekken. Daarna heb ik het eruit gehaald en het helemaal uitgespoeld. En zoals je kunt zien is het nog vrij donker. Ik zie zelf al wel een beetje een blauw gloedje. Maar we moeten het natuurlijk ook nog eventjes drogen om uiteindelijk het resultaat te kunnen zien. Dus daarvoor heb ik natuurlijk een föhn. Dat is meestal wel heel erg handig. En go! Woehoe! Oh, ik zie steeds meer blauw tevoorschijn komen. Dat is wel heel erg gaaf. Ja! Mijn haar is nu helemaal droog en ik hou je nog heel eventjes in spanning. Want je wil natuurlijk heel graag weten hoe blauw het is geworden. Dus daar komt de uiteindelijke reveal dan. En tada! Hier is al mijn haar. Hoe ontzettend gaaf ziet het eruit. Ik weet niet of je het heel erg goed kunt zien op camera. Want het hangt natuurlijk ook een beetje van de lampen af en zo. En ik zit nu niet in daglicht. Maar ik zal gewoon eventjes een beetje met mijn haren spelen. En dan krijg je de kleur vanzelf wel te zien. Zoals je kunt zien is het dus best wel blauw geworden. Het is een beetje turquoise uitgekomen. Geslagen, maar ik vind dat zelf niet zo heel erg. Want ik vind het fijn dat het een wat warmere kleur heeft. En ik ga ook nog eventjes naar de zijkant zitten en kijken of je het zo op deze manier wat beter kunt zien. Woehoehoe! Ik vind het zelf echt super mooi geworden en ik ben er heel erg blij mee. Het is niet per se een keuze die ik zelf heel erg snel zou maken, maar dankzij jullie heb ik nu dus gewoon blauw in mijn haren. Dus heel erg bedankt voor het stemmen en voor het kijken natuurlijk. En nu ben ik ook wel heel erg benieuwd wat jij van deze blauwe puntjes in mijn haren vindt. Dus laat het zeker eventjes weten in reacties hier onder deze video. En dan is het nu tijd om door te gaan naar het volgende gedeelte. Woehoe! 20 second rap out! Jacomina, Pony, Tuinle, Camo, Lizer, Lina, Lona, Liz, Brit, Brit en Sumaya, Nina, Hamita, Bari, Indie, YouTube, Girls en Davy, Hanne, Janneke, Juliet, Gewona, Noekte, Marianne, Amilou, Kleine, Innie, Kato, Nida, Mindy,
gekke Becky's en Maxine, Shanti, Femke, Lindy, Rebecca, Laura, Tanja, Chris, Forever, Bente, Issa, Hiba, Unicorn, Power, Jamie, Lynn en Lisa. Je ziet dit gedeelte van de video en dat betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En er is een manier om dat te bewijzen, namelijk door het een duimpje omhoog te geven, maar ook de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als je je haar wat voor kleur dan ook zou kunnen verven, welke zou je dan kiezen? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!